Hallo allemaal, welkom op het kanaal van Carlijn Design. Mijn naam is Brigitta en in de video van vandaag wil ik jullie drie kaarten laten zien, of ga ik drie kaarten met jullie maken, met de geweldige nieuwe stempelset die is uitgebracht. En dat is het Bloemenhart en de Banner. Deze stempelset is ontworpen door ons eigen promoteamlid Sophie, handmade bij Miss April Fish. En ik vind hem geweldig. Je hebt al online vast veel voorbeelden voorbij zien komen van mijn collega promoteamleden. En Linda heeft er laatst ook een geweldige Facebook live uitzending meegemaakt, waarin ze ook diverse mogelijkheden van deze stempel en snijmallen set liet zien. De code van deze is CDST0100. En dit is dan de bijpassende snijmallen set. En de code daarvan is CDSN0219. De kaarten die we vandaag samen gaan maken zijn vrij eenvoudige kaskaarten. En ik heb voor deze drie kaarten drie harten uitgestempeld. En omdat de stempel van het hart zo groot is, heb ik dus dit grote acrylblok gebruikt. Dit is voor mij het perfecte formaat om die grote stempel goed af te drukken. Of je gebruikt natuurlijk je stempelhulp. Die mogelijkheid heb je natuurlijk ook. Kan allebei. Dit zijn de drie harten die ik ga verwerken op mijn kaartjes. En ik heb ze allemaal ingekleurd met alcoholmarkers. Natuurlijk kun je deze stempel ook zonder te kleuren gebruiken. Je kunt ook deze bijvoorbeeld met heat-embossing of stempelen en heat embossen met embossingpoeder en verder niet inkleuren. Dan kun je dezezelfde kaarten eenvoudig maken. Zien ze er ook ontzettend mooi uit. Ik vind het alleen ontzettend leuk om te kleuren, vooral met alcoholmarkers. En dat heb ik dan ook bij deze alle drie gedaan. Twee heb ik alleen de bloemetjes en de blaadjes gekleurd. En bij deze kleurde ik ook de achtergrond mee met de alcoholmarkers. Ook andere kleurmiddelen zijn natuurlijk prima te gebruiken op deze. Dan gaan we beginnen met kaart 1. Ik heb alles gefilmd voor jullie en dat ga ik wel versneld afspelen, want anders gaat de video te lang worden. En ik ga jullie stap voor stap uitleggen hoe ik dit heb gemaakt. Laten we snel beginnen. De basis voor de kaarten van vandaag is een kaart van 15 bij 15 centimeter. En op deze komt een witte oplegkaart van 14,5 bij 14,5. Verder gebruiken we een baker's twine. Het mooie hart natuurlijk, een wolkenstansje van de set van Josselijnen van de garden accessoires, die horen bij de Huggelots. En met de oude embossing folder emboste ik het witte papier, zodat ik daaruit de drie wolkjes kon stansen. Want dan hebben de wolkjes ook nog wat extra relief. Dat vind ik wel leuk, omdat het verder qua kleur een behoorlijk witte kaart gaat worden. Met mijn kleine heavy doodle stans ik ze uit. Ideaal apparaatje om kleine standjes te maken. En natuurlijk komt er ook een sentiment op uit de set van Sarah Lindenholz uit de laatste release. En met deze paarse inkt stempel ik een tekst bijkleurend bij het mooie gele hart, welke ik met lichtblauw en paars gekleurd heb. Voor de liefste staat er. En zometeen ga ik ook natuurlijk nog de onderste tekst stempelen. Dat is Schoonmama en die doe ik met Tumbled Glass Distress Oxide van Ranger. Dus daar staat direct voor de liefste Schoonmama. Ik stempel hem twee keer. En dan is hij helemaal mooi gedekt. En dan gaan we weer verder. Dan gaan we nu de kaart verder afmaken. En ik begin dus met het omwikkelen van de kaart met het blauw-witte bekerstwijn en daar komt een strikje in. En we gaan het hart ophangen aan het touwtje met een wasknijpertje, zoals ik jullie al liet zien aan het begin van deze kaart. Ik loop hier een beetje te rommelen met het touwtje om een mooie strik te maken. Daar ben ik niet zo goed in, maar uiteindelijk lukt het. En ik schuif de touwtjes een beetje uit elkaar, want dat vind ik er gewoon leuk uitzien. En nu moet ik even zien hoe hoog ik de touwtjes moet doen, zodat het hart mooi met het paperclipje op de kaart hangt in het midden. Of met het wasknijpertje, moet ik zeggen. Zo, zo wil ik hem hebben en dan knip ik het touwtje een beetje kleiner. En met een 1 mm foamtapeje plak ik ook het hart nog even vast, zodat die ook op de kaart blijft zitten. En volgens mij doe ik buiten de camera
aan het einde van deze video ook nog wat extra tape, omdat ik het toch niet stevig genoeg vond zitten. En nu ben ik aan het kijken waar ik de drie wolkjes ga plaatsen op mijn kaartje. En ook deze wolkjes die plak ik op met de 1 mm foam tape. Nee, dat is niet waar. Ik zie nu dat dit 2 mm foam tape is. Dus deze hebben echt een behoorlijke diepte. Dat ziet er erg leuk uit, vind ik, bij het eindresultaat. Je kunt het ook zien, hè, dat het een beetje schaduw geeft achter de wolkjes. Dus dat is de 2 mm tape die ik hier heb toegepast. En zie je hoe leuk die polkadots zijn, die geëmboste polkadots. Dat geeft gelijk iets extra's aan die kleine wolkjes. En dan is de kaart zo klaar, maar natuurlijk moet die nog geluimd worden op de basiskaart. En als ik dat direct gedaan heb, dan is deze kaart, kaart nummer 1, al klaar. Ik ben heel benieuwd wat jullie van deze kastkaarten vinden, die ik vandaag aan jullie laat zien en met jullie ga maken. En ik koos dus voor die witte achtergrond om, om dit gekleurde hart dus zo super mooi uit te laten springen. Nu gaan we met de volgende kaart verder. Het hart snij je uit met de 1 na kleinste, 1 na grootste hartenstans. En met de grootste hartenstans kun je er een extra matlaagje aan geven. En ook op deze kaart gebruik ik die grote hartenstans. Want ik ga dus uit de basiskaart het hart snijden, het grote hart. Dat zul je zo meteen wel zien. Nu probeer ik hem een beetje goed in het midden te krijgen. Dat is voor mij altijd weer een uitdaging. En ik plak mijn stans vast met een beetje washi tape. Zodat ik hem direct door mijn Platinum 6 kan halen. Van Spellbinders. Daar ben ik super blij mee. Kocht ik afgelopen jaar. Super fijne stansmachine. En ook heel goed te gebruiken met de glimmermachine van Spellbinders. Kijk, zoals je wel ziet, is nu dus het hele hart uit de kaart gehaald. Ik had hem wel een beetje geoffset. Dus er is een klein stukje afgevallen. Dat wilde ik graag. En dan maak ik nu even de achterkant. Dus dat is gewoon een 15 bij 15 achterkant om er tegenaan te plakken, zodat die wel gewoon dicht is aan de achterzijde. En daar gaan we zo meteen het hart op plakken, dat zul je direct wel zien. Ik switchte van lijmflesjes zoals je wel ziet, dit ging een beetje vlugger. Het kleintje daar komt maar een klein beetje uit natuurlijk per keer, omdat het een fijne tip is. Dus. En nu plak ik de achterkant erop, zo recht mogelijk natuurlijk. En dan is de kaart aan de achterzijde weer gewoon helemaal gesloten. Ik denk dat ik er zo nog een klein randje van afhaal. Ja, aan de onderkant. Het was toch niet helemaal recht geplakt, dit witte papier. En zo zie je daar helemaal niets van. En dan ga ik nu het hart wat we gestempeld en gekleurd hebben in de kaart plakken. Dus die komt op de achterkant van de kaart, zeg maar. Kijk, die plakken we erin. Dan heb je er een heel klein wit randje omheen, zodat hij er goed uitspringt. En dan knippen we direct aan de achterzijde het overhangende stuk van het hart weg met de schaar. En dan is de basis van deze kaart al klaar. En dan gaan we verder met het versieren van deze. En hiervoor ga ik ook nog wat kleinere hartenstandjes gebruiken uit de set van Sophie. En ik gebruikte ook de nieuwe Mama Stans die bij de laatste release is uitgekomen. Met verschillende kleuren lila en roze snijd ik de hartjes uit. En ik denk dat ik uit het paarse karton het schaduwlaagje van het woordje Mama uitstans. En met wit het woordje Mama zelf, zodat het lekkerder uitspringt. En die stans Mama, dat zul je zo wel zien. Dan heb je de M is los. En Amma zit aan elkaar vast, zeg maar. Dus het komt, ja, zie je, dus de M is los en Amma, Mama, die is los. Die plak je er dus zo op. Nu wilde ik, voordat ik alles op ging plakken, toch nog graag wat meer op de achtergrond hebben. Dus ik pakte mijn metallic waterverf erbij. En dan gaan we wat lila spettertjes mee aanbrengen met mijn waaierkwastje. Dit is eigenlijk een make-up waaierkwastje die ik ooit bij de Action kocht volgens mij. Werkt perfect met de waterverf. En ik wilde ook nog wat witte spetters met mijn Molotov markers. Acrylverf is dat. Even poetsen en natuurlijk moet dat eventjes drogen.
Daar gebruik ik mijn heat tool voor. Dan is het in een handomdraai gebeurd. De tekst die hierop komt, die stempel ik los op een apart papier met Mode Lawn. En ik stans dit uit met de stansenset die ik jullie daarnet liet zien. Dat zijn allemaal stansjes om woordjes uit te stansen in verschillende lengtes. En daar zitten ook stansjes bij om er eventueel bannertjes van te maken. Het is al een wat oudere set van Carlijn. Ik ben er super blij mee. Die gebruik ik dus echt heel vaak om tekstjes uit te stansen. Nou, nu ga ik de hartjes opplakken. De ene is gelijmd en deze komt weer een beetje omhoog met 1 mm foam tape. Zodat je toch weer wat meer diepte in je kaart hebt. Ik hou ervan om met die foam tape te spelen, zeg maar. En daar komt het woordje mama. En aan het einde heb ik ook nog iets extra's toegevoegd. Maar dat zie je helemaal aan het einde van deze video. Als ik het eindresultaat laat zien. Ik miste toch nog iets daar. En ik heb daar volgens mij nog iets tussen geplakt. Maar dat zien we later. En dan denk ik, ja, de buitenkant van deze kaart is hiermee klaar. Ik stempelde alleen ook nog een 100% superheld op een ander hart uitgestanst met de set. En die plak ik nog aan de binnenkant van de kaart. En dan kan daarboven het berichtje geschreven worden. Dus dit is kaart nummer 2. Gaan we verder met kaart nummer 3. Hiervoor hebben we weer een 15x15 witte basis en een witte oplegkaart van 14x14 deze keer. En ook weer met het grootste hart ga ik het hart uitstansen uit de oplegkaart, uit de witte oplegkaart. Ook weer met washi-tape en ja, zoals altijd moet ik even een beetje rommelen om het mooi in het midden te krijgen. Op het oog, ik eyeball alles zoals ze dat in het Engels zeggen. En deze gaat ook weer door mijn platinum 6-stansmachine. Zodat er een mooi hart uitgestanst is. Maar dat hart gaan we niet gebruiken. We gebruiken juist het negatief. En daar zit dan ook weer een mooi stiksteekje omheen. Zoals je wel kunt zien. Super gaaf. Gaan we eerst deze kaart aanbrengen. Deze keer met 1 mm foam tape. Zodat deze dus verhoogd op de basiskaart komt te liggen. En daarin gaan we dan dat mooie hart plakken wat ik heb gestempeld en ingekleurd met mijn Spectrum Noir alcoholmarkers. Super leuk om te doen dat kleuren, maar zoals ik al zei, je kunt dat natuurlijk met allerlei kleurmiddelen doen. En het hoeft niet eens, je kunt ook natuurlijk de stempel mooi stempelen met een bepaalde kleur inkt en gewoon zo laten. Dan is hij ook al prachtig. Met mijn handige toeltje weer even de tapejes eraf halen. Jullie zien wel, het is een andere dag. Ik heb een andere outfit en ik heb een andere kleurnagels, zie ik. Het heeft me een paar weken geduurd om deze video op te nemen. Met alle drukte en ook met het weer, met het licht. Maar vandaag heb ik hem lekker afgemaakt. Kijk, dan gaat het groen met oranje gekleurde hart ga ik daar in lijmen. Dus dat plak ik tegen de achterkaart aan, dus dan zie je ook weer wat hoogteverschil, schaduwwerking. En daarbovenop komt het sentiment wat ik vooraf ook al had gestempeld en ingekleurd, ook weer op tape. En dat zegt volgens mij een hart onder de riem. Dus dit is een kaart om iemand op te beuren, een opkikkertje te geven, als iemand ziek is. En die plakken we ook weer verhoogd op. En dan ga ik direct heerlijk lopen spelen, dat zul je zo wel zien. Ik heb buiten de video om een hele hoop bloemetjes en blaadjes gestanst en in elkaar gelijmd. Die allemaal bij de set met de harten komen. En hiermee ga ik dus twee clustertjes maken op de kaart aan de zijkant van het hart. Dat is even puzzelen, even spelen. Soms moet er een stukje van een takje af. Soms moet er een blaadje bij. Jullie weten wel hoe het gaat. Super leuk om te doen. Het kost best veel tijd om zoveel bloemetjes en blaadjes te stansen en te lijmen. Ik doe dat graag voor de tv beneden. Tafeltje bij de bank en dan kan ik lekker stansen en lijmen. En dan heb ik het voorraadje liggen voor als ik weer eens een projectje wil gaan maken. Bij deze maakte ik de bloemetjes wel in de kleuren passend bij de stempel. Dus deze heb ik wel speciaal voor deze kaart gemaakt, zeg maar. En ja, dat neemt even tijd in beslag. Sommige bloemetjes plak ik rechtstreeks op. Andere bloemetjes die plak ik op met een klein beetje foamtape. Om ze wat diepte te geven. Of als ze op het randje zitten van het lage en het hoge stuk, zeg maar.
Volgens mij doe ik nu aan allebei de kanten nog één platbloemetje. En dan denk ik dat ik al klaar ben met het plakken van de bloemetjes. Want ik wilde er niet te veel bij plakken. Het moet gewoon een mooie kaskaart blijven met de focus op het gekleurde hart. Dus dit gaan de laatste bloemetjes zijn die ik opplak. En zoals je ziet heb ik nog behoorlijk wat over die ik kan bewaren en kan gaan gebruiken voor een volgend project. Met lente en zomer opkomst gaat dat vast geen probleem zijn. Kijk, hier plak ik er een klein stukje foamtape op, omdat die op het randje van de overgang van de hoogte komt. Even kijken, jullie zien het niet, maar ja, ik was tevreden, dus ik ben gestopt. Alleen wilde ik nog wel ook hier weer wat spetters op de kaart aanbrengen voor een beetje extra interesse. En dat deed ik nu met een zwarte Molotov marker. De kleine punt gaf niet zoveel naar mijn zin, dus even met de andere kant. En dan is dit de derde kaart. Zo, ben ik weer terug om jullie het eindresultaat te laten zien van de drie kaarten. Dit was, even kijken, de eerste die we samen gedaan hadden. Daar heb ik weinig aan veranderd, zoals je wel ziet. Ik vind hem super leuk met het prachtige gekleurde hart die zo alle aandacht krijgt, hè, tegen de witte achtergrond. Met die prachtige gedetailleerde bloemetjes en takjes. En dan is kaart nummer 2 is deze. Hier heb ik buiten de camera nog even hier wat kleine hartjes geplakt. Ik vond toch nog dat ze daar iets miste. En dan de laatste kaart die we samen gedaan hebben is deze. Super kaskaart in mijn ogen. Helemaal wit en de focus ligt op de prachtige kleuren in de geweldige bloemenstempel. Super leuk met die kleine bloemetjes die ik extra heb geplakt bij het hart. Niet te veel, want anders zou de stempel wegvallen. En dat waren de drie kaskaarten die ik jullie wilde laten zien. Die je kunt maken met de prachtige bloemenstempel van Carlijn Design. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en een van deze modeltjes gaan uitproberen. En plaats je dan ook zeker bij ons in de Facebookgroep. Bedankt voor het kijken. Groetjes.